We hebben allemaal ons best gedaan en iedereen heeft heel hard gewerkt en iedereen heeft zijn werk naar eer en geweten uitgevoerd. Alleen daarna stopt het ook. We can tell you what we're hearing from air traffic control is that all operations at the New York airports, being Newark, John F. Kennedy International en LaGuardia Airport. Het is precies 20 jaar geleden dat twee vliegtuigen de Twin Towers in New York invlogen en de wereld op zijn kop zetten. Wat volgde was een missie naar Afghanistan. Het land vormde een broedplaats voor terreurorganisaties en daar moest iets aan gedaan worden. Ook Nederlandse militairen uit Assen en Havelten namen deel aan deze ingrijpende missie. Voor jaren werd er gevochten. Nu zijn ze terug. Ik ben sergeant Robert. Ik ben werkzaam bij 43 Geneeskundige Compagnie. En ik ben in 2007 in Afghanistan geweest en ik ben in 2020 tot en met 2021 in Afghanistan geweest. Op 9-11 zat ik in mijn algemene militaire opleiding op het schoolbataljon in Assen. En wij kwamen net terug van onze eerste oefening en we zijn bezig met wapenonderhoud. En op dat moment kreeg ik voor het eerst te horen wat er in New York gebeurd was. Je werkt ergens naartoe naar een bepaald niveau en dan eigenlijk op een uitzending breng je het in de praktijk wat je geleerd hebt. En dat is gewoon super. We werden als eenheid aangewezen om op dat moment naar Kandahar toe te gaan. Om daar beveiligingstaken op ons te nemen. Als een force protection peloton. Een periode van tevoren, en nou durf ik zo even niet te zeggen hoe lang dat was. Maar dat is meestal een jaar toen de tijd nog. Van hey, dan en dan ga je weg en dan begin je eigenlijk een opwerktraject om je helemaal voor te bereiden op die inzet. Je moet bijvoorbeeld dental fit zijn, je moet je vaccinaties gehad hebben, je moet je sporttesten gehaald hebben, dat moet allemaal kloppen. En van daaruit ga je een opleiding in met oefeningen van situaties die je daar zou tegenkomen om eigenlijk te trainen op wat daar zou kunnen gebeuren. En daarnaast zit er ook een stuk bij een lessen met voorbereiding. Hey, waar gaan we nou naartoe? Wat is de cultuur daar? Dingen die daarvoor kunnen komen. En zo word je daar eigenlijk op voorbereid. Ik had me voorbereid op. Het is heel erg warm en droog. En ja, we stapten het vliegtuig uit. En de eerste nacht hadden we al regen. Dus dat was mijn grootste verrassing natuurlijk. Maar het is een woestijn waar wij kwamen. Wij kwamen op Kandahar aan en dat is een heel groot militair vliegveld met een militaire basis. Ik meen dat er toen de tijd 10.000 man zat, ongeveer. Maar het is echt een immens dorp en daar kom je dan aan en dan in the middle of echt nowhere. Het is overal waar je kijkt, zie je zand, zie je bergen. Dat is wat je ziet. Dus het is heel, heel anders als in Nederland. De eerste keer zat ik in het zuiden, de tweede keer zat ik in het noorden, in Mazar-e-Sharif. En wat mij heel erg opviel, is dat mensen in het zuiden wat traditioneler waren. Die waren ook wat traditioneler gekleed. En dat zijn misschien het stukje wat de mensen ook wel kennen van die gewaden, om zo maar te zeggen. En in het noorden was het toch meer wat moderner. Je zag spijkerbroeken, je zag jackies en dat soort dingen. Dus dat was voor mij wel het verschil. Eigenlijk een hele cultuuromslag. Ja, ja. Het is net of als het twee verschillende werelden zijn. De eerste keer waren we natuurlijk puur bezig met beveiligen. Dat hield in dat we een stukje voertuigen searchten, maar ook personen searchten. Eigenlijk met name de lokale mensen die het kamp opkwamen. Terwijl dat in de tweede keer gingen we juist veel meer naar buiten toe en deden we eigenlijk echt alleen voor ons eigen personeel op het moment dat er wat gebeurt, die zoals ze dat in de burger noemen, de ambulance taken. Op het moment dat je in Nederland 112 belt, dan komt die ambulance eraan en die gaat de patiënt stabiliseren, zoals we dat noemen, en die vervoert hem naar het ziekenhuis toe. Nou, wat wij deden, wij reden eigenlijk mee. Nou ja, en over het algemeen hoefden ze niet te bellen, want wij reden al in het konvooi mee. En op het moment dat er dan wat gebeurt, konden wij de patiënt stabiliseren en zorgen dat hij eigenlijk op de spoedeisende hulp op Mazar-e-Sharif terecht kwam. Dus we hoeven niet heel hard te werken in dat opzicht, maar als we wat moeten doen, dan zijn we er ook van.
En als je dan niet terugdenkt aan Afghanistan, wat zijn dan de dingen waar je het met vrienden en familie over hebt? Met name wat mooie dingen die je ook gezien hebt. Bijvoorbeeld de natuur, maar ook mooie bergen, mooie vallaaien. Dat zijn toch wel dingen die mij aanspreken. Waarvan ik zeg van, hey, dat is echt de moeite waard. Want iedereen kent Afghanistan natuurlijk vanuit het journaal en van al die jaren. Maar heel vaak, dat soort dingen worden heel vaak niet verteld en niet gezien. En dat zijn leuke dingen. Zijn er nou eigenlijk ook dingen die daar gebeurd zijn waar je het niet over hebt met mensen? Ja, er zijn wel dingen waar ik niet over praat. In welk gebied zit dat? Nou, er zijn gewoon over kleine dingen die daar gebeurd zijn. Meer onder de militairen of zoiets? Nee. Maar we hebben de eerste keer, waar ik bijvoorbeeld nooit over praat, en dat is te loops, is dat wel eens een keer. Maar ik praat nooit over dat daar raketten zijn gevallen bijvoorbeeld. Weet je? En de eerste keer is dat is helemaal niet erg. Alleen, ja, het maakt thuis alleen maar ongerust. En dat heeft geen enkele meerwaarde. Ik ben erin gegaan met, ik ga hier naartoe om een opdracht te doen. En ik heb een taak te vervullen. En die taak die wil ik zo goed mogelijk vervullen. En dat is mijn beeld hoe ik daarin ga. En op het moment dat die taak klaar is en ik ga weer naar huis, dan is die taak ook afgerond voor mij. Dus als je nu naar het nieuws kijkt en informatie langs ziet komen over Afghanistan, kun je dat dan ook loslaten dan? Ik kan het voor mezelf loslaten. Ik weet, als ik naar mezelf kijk en naar de collega's waarmee ik daar ben geweest, we hebben allemaal ons best gedaan. En iedereen heeft heel hard gewerkt en iedereen heeft zijn werk naar eer en geweten uitgevoerd. Alleen daarna stopt het ook. Ik denk dat de missie sowieso zin gehad heeft, al is maar voor de kleine dingen die we daar hebben kunnen doen. Er zijn scholen zijn opgezet, er zijn waterputten zijn er gemaakt. Maar er zijn ook vrouwen die daar wat meer vrijheden hebben gekregen. Ik denk dat het gewoon het mooiste voorbeeld is, afgelopen interview, wat anderhalve week geleden op televisie was, waarbij de Taliban geïnterviewd wordt door een vrouw op de nationale televisie. Dat zijn natuurlijk wel dingen die voor 2001 niet denkbaar waren. Dus ik denk dat ook dat de kleine dingen zijn waar wel wat in gegroeid is. Nou is maar de vraag hoe dat natuurlijk door gaat zetten, maar nogmaals, daar kan ik niks aan veranderen.